Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 13 september, zou ik bijna zeggen, 2015. Dit is het bulletin van zondag. Today our broadcast is in Dutch, in part because we had an English broadcast last week already. We do have Contestia as usual though. Vandaag dus een uitzending in het Nederlands. Ook hebben we Contestia met de gebruikelijke parameters en mos aan het eind van de uitzending. Ruim 2 jaar geleden heb ik in de wekelijkse uitzending een documentaire uitgezonden over het 40-jarig bestaan in 1963 van Radio Kootwijk. In het hele bestaan van de wekelijkse uitzending heb ik nooit meer positieve reacties gehad als over deze ene reportage. Vandaag dus op vele verzoeken en herhaling. Omdat de documentaire te lang is voor de dagelijkse uitzending, zet ik hem uit in 2 delen. Vandaag het eerste en morgen het tweede deel. De maand mei 1923. Het radiotelegrafiestation Kootwijk zendt zijn eerste signalen de ether in. En bestaat nu dus 40 jaar. Wat is Radio Kootwijk nu precies? Het is een radiozendstation dat nou eens niet voor de omroep en ook niet voor de wereldomroep werkt, maar dat dient voor het verzenden van telegrammen en voor het afwikkelen van telefoongesprekken op lange afstanden vanuit Nederland met allerlei landen in de wereld. Als ik zeg telegrafie, dan bedoel ik eigenlijk dus alles wat geen telefonie is. Dus het zenden van telegrammen, maar ook het telexverkeer. Het zendstation Kootwijk wordt aangevuld door een ontvangststation. Dat is op een andere plaats in Nederland gevestigd, namelijk in de Horstermeerpolder in de buurt van Hilversum. Dat wij hier kortweg NERA noemen. Ingenieur Ennen, adjunct hoofd van de radiodienst van de BTT en oud-directeur van Kootwijk, heeft zo'n 30 van die 40 jaren meegemaakt. Over de jaren die aan de opening vooraf gingen, kun je je licht het beste opsteken bij de kleine groep radiopioniers van de jaren rond de Eerste Wereldoorlog. Eén daarvan is de heer Willem Vocht, directeur van de Nederlandse Omroepzendermaatschappij, oud-directeur van de AVRO en in de pionierstijd chef van een radiostation van de Indische BTT. Wat was de reden dat in de jaren 1418 ineens met voortvarendheid naar zo'n verbinding werd gestreefd? Dat was de afhankelijkheid van de beide regeringen van de kabelverbindingen tussen Nederlands-Indië en Nederland, want die kabelverbindingen waren volkomen in handen van door Engelse gecontroleerde maatschappijen. In vredestijd denkt men daar wel eens over, maar wacht men wel eens met het nemen van de juiste maatregelen. En ja, men zat voor het probleem toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en alle vertrouwelijke telegrammen van de Nederlandse regering naar de gouverneur-generaal in Nederlands-Indië en omgekeerd niet meer in code mochten worden gegeven, maar in open taal moesten worden gegeven, wat een redelijk verlangen was van de Engelsen, waardoor iedere vertrouwelijkheid onmogelijk was. En zo kwam toen natuurlijk het verlangen: is het niet mogelijk een van de Engelse onafhankelijke radioverbinding tussen de beide gebiedsdelen te maken? Nederland zond toen dus nog niet uit. Maar in Nederlands-Indië konden de heer Vocht en zijn collega's toen al wel andere telegrafiestations uit Europa ontvangen. Het ontvangen van de eerste tekens uit Europa was voor ons allen wel een sensatie, verwant met een zekere ontroering. Want iedereen had gedacht dat over zulke afstanden, in de orde van grootte van 12.000 kilometer, radiotekens in één sprong niet konden reizen. En zie daar, wij hoorden heel duidelijk, zei het dan, dat we moesten wachten tot de duisternis in Indië gevallen was, heel duidelijk al die stations over de hele wereld. En uiteraard een zaak, een wereld die in oorlog was en waar iedereen zijn visie gaf op zijn positie daarin en de resultaten die hij daarin bereikte. En deze resultaten komende van de beide strijdende kanten konden tegen elkaar afgewogen worden en daar kwam vrij aardig de waarheid uit de voorschijn. De allereerste toepassing van de radiotelegrafie in Nederland moeten we plaatsen in 1902. Een verbinding tussen Hoek van Holland en het lichtschip Maas.
De scheepvaart bleef trouwens de aansporing voor het openen van nieuwe verbindingen. In 1904 het station Scheveningen Haven voor het verkeer met schepen. En natuurlijk ontstonden toen ook al de prille plannen voor een verbinding over langere afstand. Voordat de Wereldoorlog uitbrak, waren de heren Wakkers Delprat erop uit om een verbinding te maken in Sprongen langs de Afrikaanse kust. Dus met het oprichten van 10 tot 12 stations. Hadden zij toestemming tot het uitvoeren van die concessie gekregen, dan was er misschien veel moeite gedaan en veel geld uitgegeven voor iets wat later in één sprong kon. En in dat opzicht is, waar een wereldoorlog zelden een zegen is, was dit dan toch nog zoiets als een zegen. In mei 1923 dus, de eerste telegraafverbinding Nederland-Nederlands-Indië. Voor die jaren een enorm succes. Het was een groot succes in de zin dat de tekens moeiteloos overkwamen. Maar de tragiek wilde toch dat de noodzaak van zo'n verbinding, waar de kabels nu weer volkomen functioneerden, sterk was afgekoeld, omdat er geen oorlog meer was. En, ironie van het lot, de technische gerechtvaardigheid van de stichting teniet werd gedaan door de herontdekking van de korte golven. Kootwijk werkte met golven van 6 en 12 kilometer. En de korte golven werkten met een fractie van de energie en dus ook tegen een fractie van de stichtings- en de exploitatiekosten. En omspanden desondanks met speels gemak de hele aardbol. En de aarde was voor het maximum kunnen der draadloze telegrafie te klein. Dat kunnen van de korte golf, die dus in de jaren 20 herontdekt werd, maakte een hoogst belangrijke ontwikkeling mogelijk, namelijk het telefoneren met Nederlands-Indië in februari 1928. Het is altijd wel de moeite waard om hier enige aandacht aan te besteden, omdat men tegenwoordig dat niet meer zo nauwkeurig realiseert. Maar in die dagen, in 1928, was de mogelijkheid om over een dergelijke grote afstand van bijna 12.000 kilometer om daar een telefoongesprek te voeren, dat was toch wel iets buitengewoons. Tegenwoordig vindt men het heel gewoon dat men met de tegenvoeters telefoneert. Maar in 1928 was men zover nog niet. Toen was men werkelijk onder de indruk van deze mogelijkheid. Na 1928 is de ontwikkeling zeer snel gegaan. Alleen maar onderbroken door de jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen het station bijna helemaal werd vernield. Nu, op de 40ste verjaardag van Kootwijk, is er verkeer met Buenos Aires, het Suriname, de Nederlandse Antillen, Brazilië, Teheran, Beirut, Cairo, Karachi, Shanghai en Tokio. We staan hier voor een van de 50 zenders van het radiostation Kootwijk, verdeeld over 3 gebouwen.